Gisteren heel lang leven in de liefde. Tussen Mitchell en Gazelle is het meteen helemaal chill. Heb je eigenlijk nog een beetje zenuwen of zijn die al weg? Ja. Dat is wel relaxed. Ja, ik voel me wel gewoon op mijn gemak of zo. Ja, dat is sowieso een goed teken. En wij hebben goed getroffen, hè? Ja. Wieger is ook door het dolle. Hij kan Sonja wel helemaal stuk knuffelen. Ik vind het wel leuk genoeg om te verlengen. Maar dan wel waarin ik meer nog moet aangeven wat mijn grenzen zijn. Ja. En dankzij een boom en een vogel weet Sonja opeens waar die grenzen liggen. Ik werd net vergesteld door een merel. En ik dacht, ik ga even kijken wat de merel mij te vertellen heeft. Laat de grenzen die voor jou goed zijn niet overschrijden door rovers. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Ik heb natuurlijk van alles tegen je gezegd vanmiddag. Van hoe ik erin sta en hoe ik, waarom ik dan die 24 uur wilde verlengen. Heb je nog wat dingen overdacht? Ja, het kwam wel binnen, zo van. Ja. Oké, is goed. Nou, ik had zo net een beetje het gevoel van, je bent misschien wel niet meer jouzelf, omdat je denkt dat je over mijn grenzen gaat of zo. Nee. Elkaar aanvoelen is dat ook, hè? Ja. Zie die maan echt heel, heel mooi tussendoor. Dat is wel mooi, ja. Maar hoe zie je de toekomst eigenlijk voor je? Ik heb wel zoiets van, als ik in een relatie ga, ik vind gewoon dat het ook gelijk mijn laatste moet zijn. Zo ga ik er wel echt in. En kinderen echt pas om de 30ste, denk ik. Minimaal. Ja? Ja, denk ik wel. Maar hoeveel kinderen zou je willen? Maximaal 2. Ja? Ja. Jij? 4 of zo. Leuk? Ah, nou, ik zou het liefst later ook gewoon echt mijn eigen bedrijf willen. En dan gewoon ook een eigen bedrijf heb dat mijn vrouw gewoon thuis is bij de kinderen. Altijd voor de kinderen kan zorgen. Je zou wel een huisvrouw willen. Ja, dan kun je 4 kinderen wel aan. Wow. Sonja en Wieger zijn allebei dansers. Dus als je 1 stap terugzet in een date, zet je daarna gewoon weer een stap naar links of naar rechts. En voor je het weet, zit je dan weer samen in een lekker nieuw ritme. Nou, je straalt gewoon, joh. Ja. Mooie las. Dank je. Jij bedankt. Slapen wij vanavond gezellig samen in het bed? Ja, is dat mij niet wel? Ik heb wel echt gezegd van, ik ga dat gewoon niet doen. Ja? Maar ja, ik denk dat jij wel gewoon fatsoenlijk bent. We kunnen gewoon normaal langs elkaar slapen, denk ik. Toch? Tuurlijk. Nou, niet lachen! Ah, een klein kneusje. Kijk, zo dicht maar lekker. Is dat zeker? Ja. Is dat zeker? Ik ben Roscoe. Ik ben echt blij. Ik vind het is het nog spannend. Maar Sonja en Wieger liggen als eerste met elkaar in bed. Gaan Mitchell en Gazelle nog een lange nacht van maken of houden ook zij het rustig? Hij is echt voorbij gevlogen. Ja, echt hè? Kies hem lekker. Ben je nog geslapen? Nee ook.
Ik ben gelijk wel heel dichtbij, hoor. Dat was even iets te veel op de vroege ochtend, Wieger. En hoe zit het bij de buren? Was die eerste zoen intens genoeg om ook de vlinders wakker te maken? Vertel een beetje wat je gaat doen. Weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel dat we het gewoon heel gezellig hebben, maar ik weet niet. Dat we echt die klik hebben. Ja. Yeah. Ja, er zit wel iets, maar ik denk, ik weet niet of het echt verdere klik in zit, inderdaad. Ik heb nou een beetje de bibbers. Jo. Op een manier, ja. De bibbers van. Hij meesteen eventjes. Ja. Het gaat allemaal veel te snel. Hoe voel je nou echt wel? Ja, ik zie het als een steen, hoor. Maar dat, je hebt het het is het gevoel wat ik er zelf in stop. Het is meer van wat er van binnen gebeurt, ja. Ik ervaar ook dat we wel iets bijzonders hebben. Mitchell en Gazel zitten nu al 24 uur samen en in de hot tub leek er heel even iets te gaan gebeuren. Is dat net genoeg of juist net te weinig voor een verlenging? Ik vind jou echt oprecht een hele leuke jongen. Mm-hmm. Ook in echt heel veel overeenkomsten hebben wij ook echt. We hebben interesse getoond in elkaar. Maar voel niet echt een verdere band of zo. Ja, sparking. Ja. Ja, klopt. En dat vind ik wel jammer, want je bent gewoon oprecht een hele leuke jongen. Maar ja, dat, daarom heb ik er dus voor gekozen om niet te verlengen. Ja, ik had ook niet gekozen om te verlengen. Ik heb echt een leuke 24 uur met je gehad. Het begon echt een beetje heel langzaam. Maar uiteindelijk, gisteravond is het echt wel even een intiem momentje in de hot tub gehad. En dan dacht ik ook van, er mist toch wel iets om echt die sparkling te voelen. Ja. Ik vond het leuk om dit met jou te mogen delen. Ja, ik ook. Leuke ervaring met jou. Ja, oké, we kunnen onze spullen pakken. Was gezellig. Ja. Yo, doei. Doei. Gazel weet nu dat er hier leuke jongens in het appartement rondlopen. Dus als jij denkt dat je samen met haar een hele toffe tijd kunt hebben, meld je dan snel aan. Mitchell is ook heel positief over deze ervaring. Is hij echt een type waar jij wel verliefd op zou kunnen worden? Gun jezelf dan die kans op liefde en geef je op. En hoe gaat het nu verder met Sonja en Wieger? Sonja heeft het nog een dag extra geprobeerd en voelt dat er iets bijzonders is. Maar haar behoefte aan afstand is ook nog altijd heel erg sterk. Voor mij is het op dit moment gewoon nog echt een mooie vriendschap. Maar om hier als match uit huis te gaan, zeg maar, heb je toch een stuk verliefdheid nodig. Of dat gevoel van dat het echt een relatie wordt. En dat kan ik op dit moment niet zeggen, maar het wordt voor mij heel erg benauwd. Heel erg, merkte ik vanmorgen al. Ik heb echt hartkloppingen en wat ervan. Ik moet gewoon echt voor mezelf kiezen nu om nu afscheid te nemen. Ik zou je eerlijk zeggen, ik was ook zo ver. Ja? Maar meer om jou te beschermen. Ik ga spullen pakken. Dankjewel. Bedankt voor de ervaring. Voor je dagen. Ja, zeker. En niet alleen jezelf ook. Fijn om elkaar zo te ontmoeten. Goed. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Je bent een mooi mens. Hey? Ja, ook absoluut. Ja. Ja, dankjewel. En ik gun je alles. Sonja heeft in de afgelopen 48 uur ontdekt dat zij tijdens het daten echt af en toe ruimte voor zichzelf nodig heeft. En dat besef maakt dit avontuur waardevol, maar wel eenmalig. Wieger heeft de smaak wel te pakken. Wil jij graag in alle rust en met respect onderzoeken of hij de ideale man voor jou is? Geef je dan nu op? Wij gaan vrolijk verder met het zoeken naar de liefde, want dat is wat de 57-jarige Maria hier hoopt te vinden. Deze Braziliaanse moeder is nu 4 jaar alleen en weet uit ervaring hoe mooi het vinden van de ware kan zijn. Mijn eerste vriend, dat mijn man geworden. Hij is vakantie in Brazilië, waar hebben wij ontmoet. Toen kom ik hier. Ja, maar helaas, hij is overleden. 2 maanden zelfverstandig, ja. Een man hebben humor, net zeker. En dat ik positief kijk tegen het leven. Outlike. Ja, een leuk man natuurlijk, hè. Maar vooral een schoonma. Als ik een man leuk vind, ik vind het leuk om aan de hand lopen. Ik hou van dat man ook zijn met mij.
ook iemand dat ik lekker samen naar de bioscoop, lekker samen genieten. Ik mis een knuffel, ik hou van knuffel ook. Dan mix ik wel dat zo. Nou Jan, er zit een prachtige knuffel op je te wachten. Nu maar hopen dat ze bij je past. Wij denken van wel, want deze 55-jarige vrijgezel uit Veen houdt wel van dat Zuid-Amerikaanse temperament. Ik heb in het verleden wel verschillende vriendinnen gehad. 12,5 jaar ben ik getrouwd geweest met een buitenlandse vrouw. Ik was op vakantie in Brazilië en daar heb ik haar ontmoet. Ik ben nu dan sinds een jaar of 7 ben ik gescheiden. Je moet gewoon blij zijn met de kleine dingen in het leven. Niet allemaal te veel willen. Dat vind ik wel belangrijk in een vrouw. Ja, mijn ideale vrouw zou een slanke vrouw zijn. Ze mag ook een buitenlands uiterlijk hebben. Daar val ik ook wel op. Donker haar vind ik ook mooi. Als het maar goed klikt met elkaar. Ik ben best wel romantisch. En ik zou wel weten hoe ik een vrouw moet kunnen verleiden. Ja. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we dan eindelijk. Ja, hè? Ja. Nou. Hey, eerst even voorstellen. Hallo. Nou. Ik ben Jan. Ik ben Marie. Oké. Okay. Ja. Mooi. Ja. Mooi naam. Ja, zeker. Ja. Vind ik ook. Nou, gezellig. Ja, leuk, ja. Leuk. Zeg er wel, ja. Ja. Nou, ik heb die voor jou meegenomen. Ja. Ik heb wel een drank, in Brazilië een drankje. Oh, je bent Braziliaans. Ik kom uit Brazilië. Oké. Okay. Ik heb voor jou ook een kleinigheidje meegenomen. Zo. Maar ja, een beetje spannend. Ja, het of valt wel mee. Het valt wel mee, toch? Valt wel mee. Oh. Nog één? Nog nog een verpakking. Spannend. Een kleinigheidje. Oh, een kleinigheidje? Ja. En je hebt een klein geitje. Ja, een klein geitje. Dit is Tom, een vrolijke verschijning van 30 stralende lentes jong uit Hoofddorp. Hij is nu 1,5 jaar single en dat ging lang goed. Maar ja, op een gegeven moment ben je wel een beetje uitgespeeld. Ik heb de datingsapp best wel misbruikt de afgelopen tijd. is toch wel een uitkomst. Maar daar ontmoet je niet echt mensen mee waarvan je denkt van nou, ja, zou ik daar iets meer mee willen? Nu als het nog dicht is, is dat toch wel een handige manier om aan je trekken te komen. Dat ruikt je lekker. Qua innerlijk ja, vind ik toch wel belangrijk dat ze er voor je zijn. Maar ze moeten ook wel echt hun eigen leven hebben. Ik ben er ook wel achter gekomen dat iemand die met jouw vrienden alles gaat doen. Al jouw leuke dingen leuk gaat vinden. Ja, echt jouw leven een soort van gaan leiden. Dat is ook niks voor mij. Het moet een beetje die spark waar iedereen het over heeft, dat moet er eigenlijk zijn voor mij om een relatie succesvol te maken. Oh, en voor geld en en toch wel heel erg knap. Dat is toch wel geld knap en gebruind. Mag ook zonnebank bruin zijn hoor. To my future husband. Oh ja, leg die lat meteen lekker hoog. Nou, wij durven het wel aan, want dit is Rajin. Hij is 32, komt uit Amsterdam en heel serieus over deze mooie kans op de liefde. Ik ben eigenlijk nooit echt op zoek geweest naar liefde. En zeker de 1,5 jaar dat ik nu echt volledig vrijgezel ben, vond ik het ook wel heel erg belangrijk om die tijd te nemen om eens mezelf te onderzoeken wat ik nou echt, wat ik belangrijk vind in een relatie. Dus eigenlijk heel veel dates gehad en daar heel erg onderzoekend in geweest. Die tijd heb ik genomen en nu ben ik eraan toe, denk ik. Waar ik op zoek ben in de nieuwe liefde is iemand die oprecht is. Iemand met een groot hart en compassievol. Met een tikkeltje humor. Vind ik wel heel erg belangrijk. Ik val meestal wel op iemand die er wat stoerder uitziet. Daar smelt ik dan wel echt voor, ja. Hey. Oh god. Wat grappig. Hoi. Hallo. Welkom. Thanks. Kom binnen. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Goed. Ja? Ga zitten. Ja, ga zitten. Wat grappig. Wat leuk. Maar vertel, wat was je naam? Regine, Tom was het. Hi. Hoi. Hi, Tom. Wil je water? Yes, please. Nou, kom binnen, ja. Dat moet je dus nooit doen, hè, water geven. Dat trilt dan helemaal met je handen en zo. Heb jij dat niet? Nee. Heb jij de bibbers niet meer? Nee.
Zal ik dan maar de champagne openmaken? Nog niet, later. Later? Ja, ik drink eigenlijk niet. Dat is het probleem. Nou, dan ga ik maar weer naar huis. Nee. Oh, sorry. Nee, grapje. Ik, maar, ja, nou, ik wel. Neem jij lekker een glaasje, joh. Ja. Wat, nou, die is er. Ik moet echt even bijkomen. Oké, jij trilt ook een beetje. Ja, zie. Nu wel. Cheers. Cheers. Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Dit zijn voornamelijk dingetjes die ik zelf heel lekker vind. Yeah. En ik dacht van, ik hou het bij mezelf. En het vertelt ook een beetje over waar ik vandaan kom en zo. Oké, okay. Dus, leuk. Dank je wel. Dank je, dank je, dank je. Ja, ik hou wel een beetje van gezond en zo. En vandaar dat ik ook niet drink, zeg ja, maar. Ja, ik hou ook echt heel erg van gezond. Ik sport heel veel. Ja. Nee, daar zijn we echt op gematcht. Ja, ik ben dus kwart Spaans, kwart Nederlands en half Sri Lankees. Dus okay. Dat is dus Nederlandse kaas, Spaanse koekjes en Ceylon tea, Sri Lanka. Oké. Okay. Nou, dan gaat mijn cadeautje heel raar zijn. Tuurlijk niet. Kijk maar. Wat schattig. Ik hoop dat het ons met, tijdens de date, nou ja, na afloop van de date misschien met elkaar kan verbinden. Het is een soort van sieraad. Oh ja? Oh, wat leuk. Maar ken je het verhaal van Elton John? Nee, vertel. Die kreeg voor zijn verloving van M&M kreeg die twee met diamant ingelegde ringen. Je hebt erover nagedacht in ieder geval. Jan en Maria zijn ook net begonnen met hun date en verkenden niet alleen het appartement, maar ook elkaar. Heb je even een idee, iets voor te doen? Ik heb een metaaldetector bij me. Dan, dat is ook een beetje een hobby. Ik heb een zoon dan. En we gaan er altijd met metaaldetector erop uit om iets te zoeken. Ik heb een keer een granaat gevonden. Zo hé. En ik heb hem meegenomen, gewoon achter in de auto. Die granaat? Ja. Zo groot was die granaat. Zo hé. Ik zeg tegen mijn zoon, ik neem hem mee. En dan heb die 2-3 weken in de schuur gelegen. Ik zeg tegen mijn zoon, het is toch niet veilig? Zijn we weer daar naartoe gereden, toen riep ik heel hard, boom! En mijn zoon die kwam kant met zijn hoofd tegen het dak van de bus aan. Zo hard schrok hij. Hij dacht dat die granaat afging. Dus heb ik hem weer begraven. Oh, heb je niet naar die politie? Ja, dat moet eigenlijk wel. Ja. Ik had er niet goed bij nagedacht. Ja. Beste date, aangezien Grindr toch wel de meest gebruikte app is in onze kringen, dacht ik, hoe kan ik me nou beter voorstellen dan via mijn Grindr-profiel, dus bij deze? Ik hoop sowieso op een leuke 24e uur. En wie weet nog wel veel langer. Tom. Hé, wat brengt jou hier? Vertel. Toch wel, ja. Waarom heb je jezelf opgegeven? Nou, voornamelijk omdat ik de laatste tijd eigenlijk een psycho mensen tegenkom en die meteen zowat alweer willen trouwen. Of een soort van stalkerachtig. Dat ik dacht van, nou, mij lukt het momenteel niet zo goed. Ja. En dan, ja, uitgaan is natuurlijk ook nu weer allemaal stil. Is het dan een beetje dat je op verkeerde types valt ook? Of die aan? Misschien speelt het ook wel mee, hoor. Ja. Ja. Op Grindr is het allemaal voornamelijk seks en that's it. Ja. Ja, wat ik ook af en toe niet erg vind. Maar ja, dan wordt het, om daarmee iemand te vinden is het ook niet echt. Nee, precies. Ja. We hebben elkaar een keertje gesproken ook via Grindr. Ja. Dus ik hoef mijn hele profiel niet te laten zien. Nee. En jij dan? Ik heb rondgesnuffeld de afgelopen periode. Gesnuffeld. En ik ben nu wel toe aan weer iets uitproberen, denk ik. Ja. En ik denk dat ik het vertrouwen had dus om een match voor mij te zoeken daarin. En nu ben je dat vertrouwen volledig kwijt. Nee, waarom? Nee, grapje. Waarom zeg je dat? Nee, dat is een grapje. Maar een grapje komt ergens van, hè? Nee. Ja. Nee, ik vind het leuk. Het lijkt me erg leuk om sowieso een beetje... Chillen, toch? Ja. Leuk. Zeker. En wat zullen we voor morgen... Morgenochtend. Wat vind je lekker? Zo, thuis eet ik 2 sneetjes brood. Ik doe op 1 boterham doe ik een halve banaan met jam. En op de andere doe ik een hagelslag. Dat doe ik al zo. Oké, dat doe ik al zoveel jaren. Eet je bruin of wit brood? Ja, koffiebrood 's ochtend. Ja. Weet je wel wat ik bedoel? Koffiebrood. Kof? Koffiebrood, denk ik. Ja. Kof. Brood. Koffiebrood. K-O-F. Café. Koffiebrood. Ja. Koffiebrood. Ja. Denk dat we alles hebben, of niet? Maar we houden ook wel veel week over waar slapen. Dus
Ik moet echt wel op een bed liggen. Als ik op de bank slaap, dan kan ik morgen niet overeind. Dan heb ik het in mijn rug. Nee. Ik slaap hier op de bank. Oké, raak de boom aan. Ik moet even googelen wat dat precies betekent. Oké, gevonden. De boom knuffelen is codetaal voor hij kan ermee door, ik wil de boom wel aanraken. De boom snapt iedereen zelf wel, toch? Jan heeft zo zijn eigen favoriete apparaat. Dit is echt schat zoeken. Schat zoeken betekent gewoon schat zoeken? Maar wat vindt Rajin van Toms codetaal? Heb jij mijn telefoon gezien? Hier. Ik heb er echt niet in gekeken, hoor. Nee? Jawel, hè? Nee. Heb je er echt niet in gezeten? Nee, tuurlijk niet. Oh, vertrouw je me nu al niet meer? Ik wil die van jou namelijk. Hè? Ja? Ja. Oké. Ik dacht dat het mijn telefoon was en ik maakte me open en ik zag het in ene. En? Boomstam. Geen idee wat dat betekent, dus ja. Oh ja, toen je het zag, dacht je ook niet van, oh, ik moet hem wegleggen. Hey vrouw. Hey. Oké, even advies. Hij zegt nu, oh, ik heb in je telefoon gekeken. Boomstam. Hij kende onze geheimtaal niet. Hij dacht dat, ja, dat het zijn eigen telefoon was. Mm-hmm. Geloven we hem? Nou ja, voor deze één keer dan. Zover vertrouw ik hem nu. Nee, het is volgens mij wel een leuke jongen. We kijken wel. Ja, laat het gewoon lekker zijn beloofd. Daarom. Veel plezier. Doei, doei. Morgen hebben Tom en Rajin wel heel aparte slaapgewoontes. Slapen we in één bed, wat jou betreft? Ja, wat mij betreft wel, ja. Ik ben wel echt een knuffeldier, naast wie ik ook lig. Dus dan ga ik je vasthouden. Vind je dat erg? Ik slaap al een jaar samen met een huisgenoot. Maar niet één bed, toch? Ja. Tot morgen.